mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Minecraft Modded Survival. Laat er vast een like achter en abonneer op het kanaal. En ja, ik heb het laatste beetje van het verhuizen heb ik al gedaan en ik heb er niks meer over, hooguit een paar zaadjes. Maar ja, die moet ik zelf ook nog even opbergen, hè. En dat is deze even dus hier nog in de NB-systeem. Deze moest hier nog even bijgevuld worden. Zo, dat is beter. Hoe dan ook, ik heb de farming stations zijn al geplaatst. Ik heb de energy core verplaatst. En ook meteen van 10 geüpgrade. Nou is hij 7 het maximale. En er kan wel 2,14 triljoen RF in. En dat is een hele hoop. Maar is in ieder geval nog niet gelukt om het helemaal vol te krijgen. Hoe dan ook, vandaag wou ik even iets gaan maken dat ervoor zorgt dat de lava, want ik heb ook even een ender tank gemaakt. Eigenlijk hetzelfde als het ender chest of als recipe, maar dan een cauldron in plaats van een kist. In ieder geval, deze is verbonden met de lava farm waar mijn oude huis stond. En die chunks moeten natuurlijk wel geladen blijven, dus daarvoor maak ik even zo'n ding. Een junk loader. Die zorgt ervoor dat waar die geplaatst wordt, dat de chunks daar blijven laden alsof er een speler naast staat. Zo werkt het eigenlijk. In ieder geval nog één keertje naar de locatie van mijn oude huis om dit ding te plaatsen. Eigenlijk werkt hij zo, als je hem neerplaatst, heb je een radius van zoveel chunks. Dan kan je bijvoorbeeld de laser laten zien. En alles binnen deze lasers blijft dus altijd geladen, waar je ook bent. Nou, voor mij staat hij wel goed. Alleen wil ik niet al te veel hebben, want dat zorgt wel voor enorm veel lag. Ik kan het in een cirkel doen, ik kan het in een lijn doen. Mij lijkt het best om een square te doen van eigenlijk 2 chunks max. Dan is het als het goed is een... Ja, er zit er binnen. Zo, deze kan nou helemaal weg. Zo. Dan plaats ik natuurlijk ook hier nog eentje. Even eentje gewoon hier, zodat hij alles heeft. Een chunkje bij. Okay. Even hier kijken. Ja, daar gaat het. Oké, dit is dus goed genoeg voor de hele farm. Dat is goed. Dat zijn dus de chunk loaders. Hoe dan ook. Eigenlijk had ik niet echt zoveel gepland. Misschien kan ik wel wat meer octodick compensators maken. Die had ik ook al een tijdje gemaakt. Daar heb ik deze plant ook voor gemaakt. Dat ervoor zorgt dat ik deze inkens krijg. Ik heb geen zin om die continu de alloy smelter te gaan gebruiken. En plus die ingots heb ik ook nog nodig voor, als ik hem kan vinden, de verbeterde energy conduits. Dus hoe dan ook, deze even plaatsen. Misschien kan ik meer farming stages gaan maken, want dat ga ik eigenlijk ook wel nodig hebben, zo te zien. Wat dan maar gaan doen, ja. Hoe maak je ook weer? Farming. Oh, daar heb je die dingen weer voor nodig. Oké, laat maar zitten.
Nou ja, ik had er voor mij nog twee. Die had ik hier nog bewaard. Nou, we kunnen ze nog wel maken, gelukkig. Farming stations. Silicon, solarium en redstone. Ja, tijdens het off-camera spelen had ik met mijn zwaard de Reaper Enchantment zorgde eigenlijk voor. Had ik een mopsol gekregen. Dan kan je een spanner doen en dan spant het in dit geval zombies. Dat is wel leuk. Hoe dan ook. Wat ik nodig heb is er nog 6 silicon. En nog een beetje redstone. Okay. Dan moet je niet dit ding doen. Zo. Oké. Okay. Nou dat bezig is. Even opnieuw opzoeken. Electrical steel. Hoe maak je dat ook alweer? Kool, ijzer en silicon. Okay. Ik zie al de kool. Alleen nog wat iron. Oh ja, wat ik ook nog had gemaakt, want ik zat al die double layer capacitors te maken waar ik al zoveel kool voor nodig heb. Dacht ik van, ja, laat ik deze machine maar maken, dat het eigenlijk automatisch doet. Dan hoef ik tenminste die grindstone niet meer te gebruiken. Hè. En op zich, het gaat niet echt snel, maar alsnog, ik vind het veel fijner. Want ik ben daar. Ja, zoveel resources kost het eigenlijk niet, gelukkig. Dus ja, kon ik ook meteen maken. En ook even de volgende erin houden. Zo. Electrical steel was ik nog mee bezig. Silicon, ben ik ook al helemaal vergeten hoe je dat even vreedzaam maakt. Oh ja, zand. Zand. Nee. Het is triest, ik heb niet zand. Maar ja, ik heb hier tenminste een hele woestijn voor mezelf. Oké. Nou heb ik weer voorlopig weer wat zand. Deze dingen. 1, 2 en 3. Weg. Alleen deze nog. Pulsating iron en een diamond. Maak je dit ook weer? En de pul en een iron ingot. Maar natuurlijk. Dan heb ik voor mij meer kans. En het gaat een stuk sneller, denk ik. Nou, voor mij heb ik gewoon meer kans. Nou, dit is alweer over de helft. Nee, heb ik niet nodig. Maar ja, heb ik daar ook weer twee farming stations erbij. En dat is wel lekker nice. Nou, ik heb er wel diamonds voor nodig. En sticks. Die ik niet heb. Ik geloof, ik heb ook gewoon geen enkel beetje hout. Heb ik.
ook. Mis ik alleen nog de steel. Daar heb ik al 4. Dan vergeet ik wat. Oh ja, een hoop. Oh, oké, dan hebben we de volgende alweer. Zo. Ik ga er geen plaatsen voor de Nisio daar, want dan krijg ik maar maximaal 1 essence. Dan kan ik beter gewoon fake minen met mijn eigen ho. Hoe dan ook. Ik weet nog even niet waar ik ze het best kan plaatsen, dus ik laat ze maar even over. Hoe dan ook. Nou, wat dan gaat het al. Weer gaan planten. Zo. Dan is eigenlijk alles al zo'n beetje goed hier. Dit gaat het toch wel. Dit verliest af en toe weer lava. Ja, mocht je het een leuke video vinden, laat een like achter en abonneer op het kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.